Oké, welkom bij NL Series. Dit is alweer aflevering 5 van Game of Thrones met Eastwatch. En naast mij zitten weer Sun en Bas. Hoi. En je ziet op een andere plek. Ja. En onze vierde persoon, Patrick, die heeft de selectie rond niet overleefd. Nee. Die jongen die had toch een paar missers. We lijken het Witte Huis wel. Ja, hè? Onze leden vliegen er net zo snel uit. Dus, ja, dat is onze. We hebben een Trumpiaanse ingreep. Ja. Nee hoor, Patrick is leuk en misschien komt hij wel weer terug. Dus we moeten even afwachten hoe hij dit overleeft allemaal. Nou, heren, wat vonden jullie van de aflevering? Begin met Sun. Ik vond hem denk ik weer, misschien wat minder. Maar misschien te veel actie verwacht. Voor het verhaal was het inderdaad wel goed. Tenminste, qua intrigue, dat hoort bij het verhaal. Maar een beetje actie gemist, als ik eerlijk ben. Oké. En jij, Bas? Veel verhaallijnen. Die goed beëindigd en of doorgezet werden. Qua actie, ja, wat een draak. dat vult al flink wat in. Maar nee, qua actie was het was dit niet echt de aflevering. Nou, zelf vond ik hem toch, ook omdat al die verhaallijnen bij elkaar kwamen, vond ik dat zo bevredigend daarin. Dat ik zeg van, ik vond hem heel goed. Misschien wel beter dan eigenlijk vorige week, terwijl die veel meer... Qua verhaal was deze beter. Ja, er werden zoveel dingen nu bij elkaar gebracht. Ja. Ik dacht van, nou, top. Oké, nou laten we dan gewoon naar de inhoud van de aflevering zelf gaan. Dan beginnen we bij, even nadenken... De draak. De draak? Drogon, de draak. Ja, en, oh, wow, vergeet bijna. Wow. De Tarly's. Oké, jongens, ik kan daar niet meer, het is mij niet afgelopen, de Tarly's. Deze grap is ook in de kiem gesmoord. Ja, dankjewel. Die is echt eruit gebrand uit deze serie. Wel een heldhaftig einde. Ja, dat wel. Dus het waren wel toppers. Nou, ik vond het eerder een gigantisch dom einde. Maar... Ja, het kijk, ja. Van de zoon dan. Van de zoon, ja. Maar daar weet ook Dikon. Van de racist, ja. Hij doet zijn naam eer aan. Ja. Van de racistische pa was het toppie, precies zoals verwacht. Ja. De zoon is alleen iets te naïef en of loyaal voor zijn eigen bestel. Ja, sukkel. Daarentegen is natuurlijk nu Sun, de officiële heir. Ook al zit hij nu bij de Nightwatch. Maar ja, als die gewoon gepartnerd wordt via de koningin, dan toekomst. Ja, maar ja, dat gaat nog wel even duren. Ja. Eerst moet Danny officieel de koningin worden. John is wel koning van de Noorden. Zou hij niet hem eruit kunnen... Nee, want de Nightwatch is onafhankelijk. Ja, je hebt gelijk, ja. Jammer. Dus John mag echt zwaaien met zijn scepter wat hij wil. Maar dan klopt het niet helemaal, want hoe heet die vogel? Van Baratheon, die dood is gegaan, die koning. De koning van wie die dood? Er zijn flink wat koningen dood. Ja, nee, die ging naar het noorden. Die ging toen, die heeft toen de Nightwatch gered. Stannis. Stannis, ja. Stannis wilde toen John... Ja, maar omdat hij zei natuurlijk, ik ben de koning of the Seven Kingdoms. En zodra ik King's Landing heb, nou... Dat is waar. En hij was officieel was hij ook de heir, rightful heir. Ja, hij was de rightful heir. Ja. Ja. Dus dan nadat zijn broer dood ging. Ja, dus dat klopt op zich wel. Omdat die andere, Joffrey, geen echte Baratheon was. Zo, dat was wel anders. Als Joffrey een echte Baratheon was geweest... Dan was het hele verhaal klaar geweest. Dat was al geweest, ja. Oké, nou is even uit Warschau. Dus, die scène, de draak was wel weer even leuk. Ja, dat is wel even mooi. Ja. Dus, en, kittig draak. Ja, dan gaan we gelijk door naar de scène van... Toen gaan we gelijk met de draak verder. Gaan we later naar John toe. Okay. En dat is natuurlijk een fanservice. Dat was een klein vriendschappelijk onderonsje, leek het wel. Ja, hè? Je kan wel merken dat ze een bepaald budget hebben. Alweer Drogon. Ja, hè? Hoe kan nou elk persoon, volgens mij was Tyrion ook al met Drogon namelijk. Nee, dat was met die twee anderen. Was dat met die twee anderen? Ja, die waren toen vast. Oké, dan heb ik niks gezegd. Alsnog. Alweer Drogon. Ja. Als hij zijn eigen draak krijgt, kan dat toch niet Drogon zijn? Nee, maar daar zit Danny op. Nee, maar die andere twee draken zijn de hele tijd lekker aan het rondvliegen. Dus die hebben totaal nergens mee bezig. Durven. die gaat het hele oorlog gaat er langs heen. Schaap en dan precies, gaan die gaat het hele oorlog gaat er langs, twee andere vrienden. Vechten? Nee. Dus, en ja, het is logisch, omdat Danny bereikt natuurlijk die ene draak en die houdt de boel een beetje. Ja, dus de enige die echt vecht. Ook, ja, en die ook luistert, die andere twee zijn echt. Volgens mij ook de grootste van de drie. Ja. Dus, en daardoor was het even dat je dat snif kreeg en toen, het is ook een Targaryen, daar komt op neer. En zij dacht ook, hey, dat is raar. Ja, het begon nog leuker te vinden. Ja. Dat zie je nu wel. Ik bedoel, de romance is nu heel erg aan het ontwikkelen. Targaryens vallen ook op Targaryens. Ja, dus op zich. Het familiekwaaltje. En dan vind ik ook leuk als die Jorah komt. Die komt dan bij. En dan wordt het knuffeltje. Ja. Dan zie je ook dat Jon een beetje jaloers wordt. Ja.
Ik denk het wel mee van. Maar nee, die zou met jouw partij kijken. Je ziet zo'n heel stuk knikje. Ja. Ja, jij zit inderdaad te schommelen op je stoel. Oh, heb je zo weer. Nee, sorry. Dat maakt schommel. Nee, maar dat Patrick is niet. Als Patrick er was, dan zou hij nu een woord laten vallen inderdaad. Ja, dat gaan we niet doen. Nee. Dus ik denk wel dat gaat wat gebeuren. Dus daar zie ik wel een punt in. Misschien is het alleen maar het doen lijken alsof. Ja. Tenminste, dat idee heb ik een beetje. Ja, ik denk dat het wel meevalt. Nou ja, het is wel de meest voor de hand liggende partner van hem. Ja. Het is dat of Tyrion. Ja, nou ja, weet je, dan is de keuze vrij simpel. Ja, maar Tyrion. Nou, toch op Tyrion. Nee, maar Tyrion die is natuurlijk, dat is helemaal, die heeft natuurlijk een helemaal aparte rol deze aflevering. Eerst dat hij met Varys aan het praten is. Over jongens, moet nou die koning toch een beetje in de gaten houden. Dat is niet helemaal doorgaan. En je ziet dat het een beetje boven zijn pet begint. Ja. En dan gaat hij eigenlijk een soort, gaat hij die missie naar King's Landing doen. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant. Die succesvol is gelopen. Ja. Op meer dan één vlak. Ja. Nee, want Jamie ziet hem toch in het begin denkt, wow, die is helemaal pissed off als hij hem ziet. Maar ja, dat is wel een beetje. Ik twijfelde wat er zou gebeuren. Ik had wel daarom was het ook heel belangrijk dat die Olenna die aflevering ervoor had verteld dat hij niet de moordenaar is van de kinderen. Dus, zodat hij niet had verteld, dan had hij daar niet uitgekomen. Nee. Ja. Dus dat is wel heel. Dan kan je zien dat wel met elkaar overlap had. Zeker omdat natuurlijk Jamie ervoor ook het aan Cersei had verteld. Ja. Ja. Die het ook niet door had, dus die zag er ook even in. Die zag er ook in. En daarom, misschien is dat ook wel de reden waarvoor Tyrion het overleefd heeft, die daar beneden. Ik denk het wel. Ja. Want nu was het toch even iets. Ja, er was altijd al een band tussen die twee. Maar ook dat Cersei wist dus achteraf gezien dat deze meeting plaatsvond. Ook nog eens. Ja, dus als Cersei echt nu wist, dan kan je, ik zeg nog steeds een hekel aan hem, maar ze weet niet dat hij de moordenaar is van een kind. Nee. Dus daardoor zit wel een constant dat die genade, zogenaamd een beetje. Voor haar is dit vrij. Genade in. Voor haar wel. Ja. En het gelijk het eigen belang van, ik heb zo meteen een die wapenstilstand. Ja, die kan ik mooi gaan gebruiken. Ik heb tijd nodig om een troep uit Essos en omstreken te halen. Ja. Ja. Dus daar zit wel een punt in. Ja. Gendry. Gendry, zou ik zeggen. Gendry. Ja, ik vind het leuk. Wat een baasje. Wat is het? 3 seizoenen komt hij toch weer terug. Ja. Oh, en dat die heeft nog helemaal zitten roeien, jongens. Dat vond ik ook een hele mooie. Dacht dat je nog aan het roeien was. Ja. Het is wel een klein stukje van Dragonstone en King's Landing. Ja. Dus, de snelheid dat die schepen gaan, was hij al 20 keer om dat hele ding. Er zat veel fanservice daardoor in. In deze aflevering werden best wel wat. Ja, dit was een fanservice. Ja. Ik vond het ook mooi dat hij het wapen van de Baratheons in die Warhammer zet. Ja. En dat hij überhaupt zei, ik ben niet zo van het zwaarden. Nee, maar gewoon een Warhammer. Ja, oké, dat is je vader. Maar misschien dat hij dat had gehoord, hoor. Dat de familie trade is van zijn vader. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, hij heeft de verhalen gehoord. Hij heeft het verhaal gehoord, want dan wist hij het. En dat is mijn theorie. Dat had ik vorige keer ook tegen jullie verteld. Dat is van, dat ik denk dat het gewoon een toch de kind is van Cersei. Ja. Maar dat Cersei geen kind wilde hebben van Baratheon. Van Robert. Dat hij daar heeft weggedaan. Ja, en dat toch een toe gaat worden. Zou best kunnen, maar ik denk niet dat het ook maar iets uit gaat maken in de oorlog. Nee, dat wat, sowieso. Wat is ze dan van plan te doen? Dan staan er links draken, rechts staan de Dothraki. Nee, maar ik denk dat en dan is ze bijna dood en dan zegt ze, dat is mijn zoon. Ja, dat is mijn jongen. Ja, maar die truc doet wat Olenna heeft gedaan in zekere zin om nog even een natrap te geven. Ik denk alleen niet dat Danny dan denkt, oh nou oké. Okay. Nee, maar ik denk. Be my guest. Willen we trouwen? Ja, oké, nou heb ik alsnog de trouw. Ja, oké. Ik denk dat Cersei wil alleen zelf de macht. Die is helemaal niet geïnteresseerd in. Cersei. Bij dit is even een aantekening, mensen. Die gaat echt op in vlammen, ja. Cersei. Ik denk het ook. Maar daar kan nog iets. Want daardoor is hij dan. Hopelijk tenminste. Ook een legitieme. Dan krijgen we grappig. Want dan is Jon Snow een legitieme heir. En hij een legitieme heir. Kijk eens. Het is een soort schaduw van hem. Ja. Ja. En daarom is die meeting ook zo leuk. En omdat ik vond het sowieso leuk. Het was gewoon een soort tweede generatie van. Hey, vader en zoon. Ja. Vader en zoon. Ja, nee, dus dan zit ik toch even te denken. Wat hebben we? Oh ja, Sam. Ja. Eventjes. Dat we, die toch over de knoop doorhakt. Die denkt van, ik ga wat meer doen dan alleen maar in die, bij die oude mannen zitten. Hij gebruikt zijn vaders woorden. Ja, het einde. Ja. Van, ik ga nog mijn eigen daden niet, doen. Niet alleen maar stoffige boeken bij oude mannen inderdaad. Gewoon echt daadwerkelijk actie. En uiteindelijk dat die Killian die alles gewoon voorleest. Het hele plot van de hele serie. Ze vertelt hem zowat. Ja, alles. Het is de zoon van, ja, wat boeit mij die stappen. Ja, maar er werd wel gezegd dus dat Rhaegar dus officieel gescheiden was. Ja. Officieel zelfs. Ja, officieel. Alleen ze zeiden net niet
De naam van de vaste vrouw. Ze hebben alleen net niet gezegd met wie hij nou weer opnieuw getrouwd is. Prins Rogor. Oh ja, ja, Rogi. Ja, maar het grappige is, die zin liep nog verder. Als het al beschreven staat, dan staat daar duidelijker in wat daar zal geen puntje hebben gestaan. Nee, en dan zal misschien wel de naam van de echte naam van John ook wel bij staan. Ja, ze zeggen Jaehaerys. Jaehaerys of Aegon. Even twee woorden. Aegon zou veel voor de hand liggend zijn. Ja, dat begon met Aegon de Conqueror en hij is dan... Dus daar zit een punt zou in. Wel mooi zijn. Ja, dus dat... Ik hoop niet dat het echt John was. Nee. John Targaryen. Ah ja. Hij gaat er geen naar. Dat is gewoon omdat... Dat is geen Targaryen. Nee. Hey, gaan we naar Winterfell? Ja. Naar de twee zusters die elkaar in die land. Het is warm. Het is warm aan het worden in Winterfell. Ja. Het kookt een beetje daar. Ja. Behoorlijk. En dan zien we dat briefje. We hebben trouwens even de video even stilgezet om het te lezen. Ja. Het gaat echt duidelijk om het briefje wat Sansa had geschreven. Toen in opdracht van Cersei om Rob te verleiden van Benteny. Zodat hij haar vader gespaard kon worden. Ja. Want die zou dan de plek aan hebben. Dus dat had Cersei allemaal goed verzonnen. Alleen Joffrey was zo gek om hem toch alsnog kop af te slaan. Slimme jongen. Ja, toen is het allemaal begonnen. Ja, dus Joffrey heeft dat een beetje verpest. Ja. Dus dat is, anderhalve, oké. Maar daar, dus dat briefje, dat zorgt, gaat er natuurlijk wat voor zorgen dat die twee zussen onder elkaar een beetje haat en haat gaan krijgen. Als ze plannen allemaal lukken, wel. Ja, dat is zijn idee. Ja. Ja, dat zag ik daar in deze hele aflevering. En hij kan het ook als blackmail gebruiken tegen Sansa. Ja, dat is het. Voor zover je dat blackmail kan gebruiken. Ja, want uiteindelijk zijn degene die toen ontvingen dat briefje, dat is allemaal dood. Ja, dat is ook, zelf zei de lords hier in het noorden, zijn heel trots. Ja. En in dat briefje staat letterlijk door Sansa geschreven, Benteny. Ja, dus dat botst gigantisch. Dus dat zou misschien wel kunnen. Dus ik denk dat het nog heel spannend gaat worden. Maar dan gaan we zo meteen wel verder even terug nog op de verwachte volgende aflevering. Kunnen we even teruggaan over de fate van Littlefinger, of je het wel of niet gaat overleven? Ja, dan zien we duidelijker wat er gaat gebeuren. Ik denk niet dat hij het overleeft. Oké, nee, we gaan zo over door. Hey, zit even te kijken. We gaan naar e-sports. Heel snel toch? Bran, onze Birdboy. Ja. Birdboy Bran. Nou, dat is eigenlijk een beetje de intrede van Eastwatch. Hè? Ja. Dus hij ziet echt dat ze daar echt gaan aankomen. Maar nog bleek dat ze nog best wel ver weg waren. Ja. Als je die vogels zag, dan van die zijn aan het kruipen. Hij vloog zo, oké, maar het ging snel. Ja, maar die gasten liepen dus niet snel, dat zag je. Nee, die zijn aan het kruipen. Zo. Ja, dat was echt logisch. Elk kwartier even plaspauze en dan weer een kwartiertje. En dan, En dat is natuurlijk ook nog wat er aan de voorkomt. Het is natuurlijk ook een magische oorlog bezig. Ja, twee psychers. Twee, dat zag je duidelijk. De Night's King die veel duidelijk door dat Bran gewoon aanwezig is. Ja, dat is wel nog. Heeft nu dus ook door dat hij de Three-Eyed Raven niet de wereld uitgehaald heeft. Ja. Omdat hij natuurlijk die oude man kapot maakte. Ja, en een theorie die zeggen van het zijn eigenlijk dezelfde personen. Ja, zo, eigenlijk is het ook Bran the Builder. Ja, als dat allemaal is, dan ook helemaal gek. Dan kap ik hem mee. Dan. Deus Ex Brammetje. Nee, maar dan wordt het gewoon onzin. Dan is iedereen, dan krijg je een soort Back to the Future. Van, eigenlijk is Jon Snow gewoon Aegon the Conqueror die gewoon terug in de tijd is. Ja, dat gaan we niet doen. Nee. Hey, maar wat dan... wat dan wel leuk is gewoon dat al die gasten bij elkaar komen. Dat vond mooi. Ja, hè? En dat zei volgens mij jij... Familiereunie. Ja. Het is net een familiereunie waarin iedereen een pesthekel aan de handen. Het was echt even een rondje... Het kerstdiner en een familie naar elkaar die niet zo, ze hadden allemaal hadden ze een reden om elkaar af te maken. Behalve Jon Snow. Ja, dat is het enige. Daarom was hij heel geleider. Dat scheelt. Maar de rest dat scheelt is inderdaad. Echt allemaal. Dat was niet normaal. Hij zei nog net niet van even stop met ruzie maken, kinderen. Ja. We hebben wat belangrijkers. Hou je bek. Nou, en dat was die scène van Tormund. Hey, waar is de big lady? Of de long lady? Die maakt zich nog wel zorgen om nog één persoon, inderdaad. Ja. Ja. En hij is ook meer een heer nu. Hij is meer een lord. Hij is geen wildling meer. Nee, dat is, laten we het zien dat hij ook best wel eens een goede southern lord kan zijn. Hij neemt mensen gevangen. Hij geeft ze geen alcohol in hun cel, wat Taurus een beetje bagger vindt. Maar... Dat mist hij dan weer. Alcohol verandert een mens. Ja. Ja. Nee, maar uiteindelijk dan eindigt de aflevering met een soort fellowship van Jon Snow, noem het dan maar. Ja. De hele groep om naar buiten. Ze gaan nog net niet naar Mount Mordor toe Nou ja, ze gaan die plaats een ring halen als nu zo'n... Gelukkig komt Mount Mordor naar hun toe in dit geval. Ja, dit wordt... Ja, ze hoeven niet al te ver dan. Met vuur en furie. Nee, dit wordt die gaan klapjes gaan komen. Ja. En ik verwacht niet dat er veel van terugkomen van die jongens. Ik denk het ook niet.
Dit is een bij elkaar geraapt zootje. Ja, dus Clegane zal het hopelijk overleven voor Clegane Ball. Torres of Meer die zal wel doodgaan terwijl die Beric Dondarrion... Ik denk dat al die twee gasten al bijdragen. Ik denk dat de hele Brotherhood Without Banners doodgaat, behalve Clegane. Ja, ik denk dat Clegane niet overblijft. Omdat ik denk dat er wel lid meer van. Iemand moet er wel van de Brotherhood overeind blijven, denk ik. Want zij hadden al als groep, als eerste... Die missie voor zich. Eigenlijk als eerste. Ja, maar dit kan de missie zijn die de wereld redt. Ja, oké. Nu komt het bewijs uit voort. En dan moeten ze wel... Jorah Mormont gaat sowieso dood. Want dat zou de liefdesdriehoek van Danny en John een beetje te veel verstoren. Ja. Zou wel triest zijn. Komt hij eindelijk terug van die ziekte? Ik ben genezen. Tegenverwachtingen inderdaad. Maar zit te denken. Die Theon hebben we niet gezien. Die wil ik ook helemaal niet zien. Nee, maar die had misschien ook mee kunnen gaan. Misselijk maak het mannetje. Nee, maar even, die had ook om... daar is hij te bang voor. Ja. Maar die kwam ook helemaal niet voor in de aflevering. Nee, maar sowieso zien we de laatste twee afleveringen niks meer van de Iron House. Maar volgens mij zag ik wel een paar van die gasten van Iron House. Ik weet niet of die in dat bootje meegingen. Dat waren een paar mensen die... Volgens mij waren dat gewoon Starks. Ja, dat waren gewoon Starks. Dit was de groep die als eerst van Winterfell... Ja, ik zag ook een met zo'n hoedje. Die had een hoedje op van de... Van de dingen? Nee, dat zal hij gevonden hebben op het strand of zo. Kan ook, ja. Oké, laten we het hoedje laten schieten. Mooi petje. Nee, oké, het hoedje laten schieten. Ja. Oké, dan gaan we gewoon naar de verwachting van volgende week. Het noorden, koud. Ja? Koud. Gaat die missie gewoon verder? Waarschijnlijk neemt die missie de hele aflevering. Ja, een soort... Met hier en daar wat terugkaatsingen naar Danny en of the Iron Throne, maar... Ja. Ik denk dat dit zeg maar de laatste aflevering is dat dan. Dus altijd van de grote gevechten is dat. Elke seizoen weer. Ja. Dus dit zal ook weer zo'n missie worden. Ja, hoe groot kan het gevecht zijn? Dit wordt een soort suicide mission. Ja, dat was ook kicken. Nee, want als je het over de grote gevechten tot nu toe had, dan waren het altijd die massa gevechten. Ja. Het grote gevecht wordt 5-5. Nee, dit wordt, ik denk dat de Night King met al zijn White Walkers tegen Jon Snow en Escort. Ja, dat wordt... En... Ik blijf erbij dat die draken als een soort helikopters binnenkomen. Transporthelikopter Drogon. Zoals een soort Vietnam. Tour of Duty muziek. Dus dat zou kunnen. Nou, we kunnen wel zien of Jon Snow misschien toch nog een White Walkertje extra. Als zijn draak daar doodgaat, dan krijgt de Night King een dragon. Ja, en dan wordt het helemaal oké. Dan kan je ook zo Maar de enige draak die het kan zijn, moet Drogon zijn. Ja, want Drogon is de enige in de screentime. Ja. Ja, of juist, juist die anderen, want die zijn niet zo beheersbaar. Maar die worden niet gered. Maar dat zou bagger zijn. Hun eerste missie, ik mag eindelijk vliegen van mama. Ja, bam, dood. Bam, dood. Het kan wel zijn. Ja. Nou, heren. Het is normaal een weekje wachten. Ja. Hey, ik kijk even naar de kijkers weer. Nou, we zijn nu klaar met deze aflevering te bespreken. Maar, als jullie ook jullie eigen ideeën hebben, of zeggen van dat sommige dingen die wij vertellen totaal onzin zijn, zet het bij de reacties. Ongeveer alles. Bijna alles, denk ik. Bijna alles. En als jullie Patrick hebben gemist, moet je het ook zeker erbij zetten. Dat is goed voor zijn ego. Die jongen... Hij durft eigenlijk niet meer. Hij heeft het nodig. Ja, hij heeft het nodig, echt. Ik zag hem net weglopen, nou. Ja, gewoon doen. Zeg even, Patrick komt terug. En dan gaan wij hem proberen terug te halen. Ja? Ja. Mensen, tot ziens. Tot volgende week. Doei.